Hello. Good morning. Kan iemand mij nog bevestigen of dat de verbinding goed is? Ik heb een beetje een trauma opgelopen. Ah, super. Merci, Carrie, om te laten weten. Goed, ik zie dat er nog wat mensen aan het binnenkomen zijn. Dus ik wacht misschien nog heel even. Ondertussen misschien iedereen een fijne zondag toewensen. Leuk dat jullie weer afstemmen hier op ons Instagram-kanaal voor onze breakfast swatches. En vandaag staan onze lipproducten op het programma. Allemaal zin in en benieuwd, hoop ik. Je ziet, ik heb mij vandaag eens een volledig andere look aangemeten. Voor wie dat gisteren meegevolgd heeft op onze Facebookpagina. Daar heb ik een beetje een vampy look gecreëerd met donkere kleuren. Vandaag heb ik het rustig gehouden bij mijn ogen. Maar wel natuurlijk met een beetje mijn signature eyeliner. En wat fellere lippen, hè. De roze tintjes. Straks ga ik jullie vertellen welke kleur ik gebruikt heb. Goed. Ik denk dat we al met behoorlijk wat kijkers zijn. Dus ik stel voor dat we gaan invliegen, hè. Dus traditiegetrouw, hè, zijn we hier bij jullie 's ochtends om 10 uur voor onze breakfast swatches. Ik hoop dat jullie vrijdag genoten hebben van Carrie haar oogschaduw swatches. Het waren heel wat kleurtjes. Ik weet niet of ze het voor jullie net makkelijker gemaakt heeft of juist moeilijker om te kiezen, want het zijn natuurlijk allemaal beauties, hè. Vandaag, zoals beloofd, de lippenstiftjes. Dank je, Caroline. Mensen blijven nog toekomen. Wat ik niet ga swatchen, maar wel ook even ga tonen, zijn onze lipprimer en onze lipscrub. Ik ga ze wat hoger houden, dat ze boven de comments uitkomen. Onze lipprimer kan je gebruiken onder jouw lippenstift of lipgloss. Wat gaat dat doen? Gaat zorgen voor een langhoudend effect. Maar gaat ook zo de groefjes een klein beetje gaan opvullen, gladder maken. Dus wil je graag gladde lippen? En wil je dat je lippenstift of lipgloss lang houdt, dan kan je die lipprimer als basis gaan gebruiken. Die wil niet helemaal scherp stellen, precies. Dus dat is gewoon potje. Ik krijg het nu niet open, zeg. Een potje en daar kan je in met je vinger product mee opnemen. Of wie voor de liefhebbers kunnen ook het lippenseeltje gebruiken natuurlijk, hè. Dan hebben we ook onze lipscrub. Ga ik ook niet swatchen, geeft niet veel kleur af. Is een scrubje op basis van rijst. Dat maakt het eigenlijk een hele zachte scrub. En dat betekent dat je die ook meermaals per dag mag gaan gebruiken, hè. Heel veel scrubs voor de huid, je moet daar toch mee oppassen, zijn iets te agressief om dagelijks te gaan gebruiken. Maar omdat deze zo zacht is, kan je die echt meermaals per dag gaan bijwerken. Wat gaat die scrub doen? Voor dames die last hebben van droge lippen en wat velletjes, kan je dat dus op de lippen aanbrengen, uitwrijven, met je vinger bijvoorbeeld. En dan mag je eigenlijk kiezen, zeg je van ik gebruik geen lipproduct meer voor de rest van de dag, mag je die lipscrub gerust laten zitten. Dan gaat hij een klein beetje glans geven. Gaat ook verder blijven hydrateren voor je lippen. Maar zeg je van, kijk, nee, ik wil gewoon mijn velletjes eraf. En ik wil dan een lipproduct aanbrengen. Dan mag je dat er terug afwegen met een watje bijvoorbeeld. Maar neem gerust mee in je tas en je kan dat doorheen de dag verder gaan gebruiken, hè. Merci Trisha. Ik weet niet of ik daar reclame mag van maken, maar die zijn van Studio Nok en ik koop die via Juwel in de Pinte. Toch een beetje reclame maken. Ik ben niet gesponsord, jammer. Dus Juwel, als je kijkt, je mag mij ook sponsoren. De lipprimer die droogt de lippen niet uit. Nee, dat vind ik niet. Dat is een beetje de basis. En dan ga ik beginnen met de kleuren. Ik ga beginnen met de lippotloden. Die gebruik ik wel graag onder lipgloss of onder lippenstift. Geen must. Maar is altijd wel plezant voor een langdurig effect. En ik heb zo. Kan ik hier wat dichter komen? Ik heb hier zo.
Een diepere rimpel, ziet je dat? Zeker als ik een rode kleur gebruik of een iets donkerdere kleur zonder lippotlood, dan gaat die lipstift vaak langs die rimpel omhoog komen en dan heb ik zo'n rode pijl naar mijn neus en dat is nu ook niet echt het effect dat ik wil. Dus heel vaak als ik lippenstift draag, maak ik toch wel een randje rond mijn lippen met een lippotlood. We hebben die in drie kleuren. De eerste die ik voor jullie ga swatchen is de Peche. Dat is een beetje ja, een koraalroze tint. Dus dat is deze kleur. Eerder een lichte kleur. Daarnaast ga ik de Plum gebruiken. Ik zie hier even nog een opmerking van Katrien. Ze heeft vaak een rode rand rond de lippen en lippenstiften maakt dit soms nog feller. Dan zou ik echt ook plaatselijk concealer rond jouw mond gebruiken. Daar is zeker niks mis mee. Of de liquid foundation om even die huid rond de mond eerst wat fris licht te maken. En dan eigenlijk uw lipproductjes aanbrengen. Dus onder uw fond de teint, de concealer of de vloeibare. Tweede potloodje dat ik ga tonen is de Plum. Dat is mijn favoriet. Die gebruik ik heel vaak, bijna dagelijks. Zo. Is meer ietske donkerder, ietske ja, rozebruiner van tint. Ik ga straks ook zeggen welke kleuren dat ik in combinatie met welk potloodje gebruik. En dan, last but not least, natuurlijk moet er in elke collectie ook een rood lippotlood zijn. Hè? Dus dat is echt een knalrode. Voilà, dat is de rouge. De vraag Lindsay die vraagt, kan je het potlood ook alleen gebruiken? Dat kan, maar persoonlijk vind ik een lippotlood is altijd iets droger van textuur. Dus je hebt wel het gevaar dat je lippen wat meer gaan uitdrogen. Dus je mag dat zeker doen, zeker als je geen last hebt van hele droge lippen. Maar als je snel droge lippen hebt, zou ik altijd daar een glosje of toch een lippenstift boven zetten. Maar kan het altijd eens proberen en je kan zien wat dat voor jou aangenaam aanvoelt. Hè. Eline zegt, ik heb de tip voor de lippen gemist. Iemand kan misschien commenten, maar anders, Eline, deze video komt ook nog op onze YouTube-pagina, dus kan je daar altijd nog eens herbekijken. Goed. Na de potloodjes ga ik over naar de lippenstiften. En ik ga beginnen met de lichtere kleurtjes en ik ga zo'n beetje naar donker terug gaan toewerken. Onze lippenstiften, kijk eens hoe mooi dat die zijn, dames. Mooie verpakking, hè? Als dat zo op je make-up tafeltje staat. Ik vind dat de max. Dat doet toch wel iets voor mij, zo'n verpakking. Hè? Zo gewoon een zwarte tube die daar staat. Oh, dat is toch niet veel leuks aan, maar zo'n mooie beauty, dat is toch tof. Als je dat zo kunt pakken, 's ochtends zo van, oeh, chic. Je begint de dag toch al direct op een luxe manier, hè? Oké. Okay. Ik heb hier eerst de Saumon genomen. Ik ga die hieronder aanbrengen. De Saumon is een beetje een koraalrozige tint. Daar gebruik ik dan vaak het potloodje Peche bij. Dus dat is deze lippenstift met dan dit potloodje. Dat vind ik wel een goede combinatie. Wat ik ook nog ben vergeten te zeggen, onze lippenstiften zijn Color and Care. Hè? Dus dat is onze formule, of dat is een beetje de slagzin bij onze lippenstiften. Wat betekent dat? Die gaan kleur geven, maar die gaan ook gaan verzorgen. Hè? Care. Zijn hydraterende lippenstiften. Dus dat betekent wel dat die niet volledig mat zijn. Die zijn ook niet super shiny. Dus het is niet dat je met zo from outer space je lippen nog gaat zien glanzen. Dus het zit er een beetje tussenin. Ze zijn niet mat, maar ook niet super glanzend. Maar dat komt dus vooral omdat ze ook verzorgend zijn. Hè. Matte lippenstiften gaan wat meer gaan uitdrogen. Ik heb dat toch ook liever dat mijn lippen iets meer gehydrateerd blijven. Mirella, ik weet niet of ik uw naam goed uitspreek. Uw Saumon zit nog in een zwarte koker. Ja, daar is niks mis mee, hè, maar geef toe. Deze zien er toch echt leuk uit. Oké, next up is de Nude Parfait. Vind ik een hele mooie basis. Echt
Een must-have, dat past overal bij. Hè. Ik ga die hiernaast zetten. Dus dat is een beetje een lichte nude kleur. Je ziet dat die ietsje bruiner is dan de Sommo. Hè. Je ziet ze hier naast elkaar. Dus qua donkerte of lichtheid zitten ze dicht bij elkaar. Maar deze is ietsje koeler, ietsje bruiner van tint. Ik combineer die graag met de Plum potlood. Je ziet wel dat die iets donkerder is. Dus ik vind dat ook wel leuk om een beetje een ombre lip te creëren. Dan doe ik mijn randje met het Plum potlood. Vervaag ik dat zo wat met mijn vinger naar het midden toe. Of met mijn lippenseeltje. Uw potlood een klein beetje uitvagen. En dan, ja, als je dan die Le Nude Parfait als lippenstift gebruikt, maakt dat een beetje een ombre effect. Wilt je uw Nude Parfait voor de gelegenheid een klein beetje donkerder maken, kleur je gans uw lippen met het Plum potloodje en dan heb je meer een donkerdere kleur, hè? Next up ga ik de crème brûlée swatchen. Crème brûlée is ook een van mijn favorietjes. Ik heb 3 favoriete kleuren. De lippenstiften. Dat is de crème brûlée. Gaat ook een beetje, is een beetje een rood-bruine tint. Dus is wat donkerder dan de Le Nude Parfait. Maar is wel ja, nog een beetje aan de warme kant. Combineer ik sowieso altijd met het Plum potloodje. Nu, ik zeg dat maar je kunt eigenlijk je combinaties zelf kiezen en zien welk effect dat heeft. Hè. Sorry, er valt hier een en ander om. Zo kan, je kunt daarmee spelen en dan kun je een beetje het kleureffect kiezen dat je wilt. Hè. Hoe weet je welke kleur bij je gelaat past? Ja, ik moet zeggen, je moet daar een beetje in zoeken. Bijvoorbeeld, diegene die ik nog ga laten zien straks is La Vie en Rose. Ik heb die nu aan. En ik moet zeggen, eigenlijk zeg ik dikwijls van, die kleur staat mij niet. Niet mooi bij mij. Maar als ik toch iets van een ooglook doe, dan past dat wel. Dus het is soms te zien hoe dat je het combineert, of dat die kleur jou gaat of niet. Kijk, ik zou zeggen, het past mij niet. Misschien zijn er ook bij jullie die zeggen van, nee, die kleur staat u echt niet. Maar ik vind nu met mijn roze kleedje en met mijn subtiele ooglook dat die La Vie en Rose mij wel staat. Dus het is een beetje zoeken. Volgende die ik ga tonen is de Rosé d'Or. Die ligt dichtbij in de buurt van de crème brûlée. Maar die is ietsje meer roze en koeler. Ziet je dat verschil? Ik vind het wel een hele, hele mooie. Ik combineer ook altijd met de Plum. En dan dus La Vie en Rose. Dus de kleur waarvan dat ik denk van, oh nee, ik sta er niet mee. Ik doe het soms op, ik doe het weer af, ik neem iets anders. Maar ik dacht voor vandaag, kom, ik ga nog een keer de uitdaging aan. En je ziet, kan toch, hè. Dus je ziet ietsje intenser roze dan die Rosé d'Or. Dus komt ietsje feller uit. Ik heb die vandaag ook weer met potloodje Plum gecombineerd. Ja, je hoort al wat dat mijn favoriet lippotlood is, hè. En dan onze laatste kleur. De Merlot. Iedereen moet toch ook een rode, een knalkleur in zijn stage hebben, hè. Rechte strepen zetten, daar moet ik nog wel op oefenen. Kijk, zie hoe mooi. Dat is zo geen kersenrood, maar eerder een beetje een bordeaux, een beetje een wijnrood. Maar ik gebruik daar dan altijd het rode potloodje bij. Dat vind ik wel een goede combinatie. Zeker bij zo'n rode gebruik ik altijd een lippotlood. Ik zeg het, zeker een rode felle kleur. Hè, als dat zo begint over uw lippen te komen, hè, op den duur, zeker als je ook iets eet, dan ja, begint dat zo te spreiden en dan zit je eruit gelijk een clown. Dat wil je niet, hè. Dus als ik echt dat randje maak met rood, eventueel gaan ze uw lippen inkleuren, maar ik doe eigenlijk vaker gewoon mijn omlijning, dan blijft die goed op zijn plaats zitten. Bij de Rosé d'Or gebruik ik ook de Plum. Dus eigenlijk gebruik ik de Plum bij alle kleuren, behalve bij de Saumon gebruik ik de Pêche en bij de Merlot gebruik ik de Rouge. Maar onder de lipglosjes gebruik ik ook vaak de potloodjes.
Lipglossjes? Zie ik hier ook zo mooi, hè? Dat is toch echt luxe. Allee, dat staat toch schoon in uw schminkhoekje. Allee, ik vind dat toch. Drie kleuren. Ik ga beginnen met de bonbon. Dat is eigenlijk een roze. Dus onze lipglossen zijn niet super shiny. Zijn ook niet super sterk gepigmenteerd. Dus die gaan eigenlijk een subtiele kleur geven en een klein beetje glans. Renske, jij hebt nog de rouge en de lily. Dat zijn er inderdaad van onze oude collectie. Dus daar is niks mis mee. Ik heb die hier ook nog staan. De lily is meer zo naar een fuchsia kleur. Vind ik eigenlijk ook echt heel tof. Ik zal die er vlug eens naast zetten, hè. Kijk, ziet je, dat is echt zo'n felle. Sommige apothekers hebben die nog op stok, maar ik denk dat je die niet meer kan bestellen bij ons in voorraad. En de rouge, dat is dan echt zo'n kersenkleur. Dus bij sommige apothekers kan je die gerust nog vinden, denk ik. Dus je moet, ja, daar gaat een beetje op zoek moeten gaan. In onze oude collectie zat er ook nog de crème. Die is nog ietsje lichter dan de Nude Parfait. Ik ga die hieronder zetten. En als ik me niet vergis, hadden we dan ook nog de Sourire, wat dan meer een mattere was. Zo'n matte, felle koraal. Voilà. Dus die vier hebben we niet in onze nieuwe verpakkingen, maar die hebben we nog beschikbaar bij sommige apothekers. Ik ga nog een keer de kleuren overlopen, hè. Dus ik als potloodjes de peach, plum en de rouge. En hier de kleuren. Dus ik ben begonnen met de saumon. Daarnaast heb ik le nude parfait, crème brûlée, rosé d'or, la vie en rose, merlot. En dat zijn de vier oude kleuren. De lily, de rouge, de sourire en de crème. Dus de nieuwe hebben echt die color and care formule. De oude hebben een color en een iets minder care formule. Ik kan niet zeggen dat die slecht zijn voor uw lippen, hè. Maar de nieuwe hebben een iets gladdere textuur, gaan iets meer hydrateren. Dus wil je nog op zoek gaan naar die vier, dan ga je moeten zoeken bij de apotheek. Maar deze zijn allemaal te koop bij de apotheek of kan de apotheek gaan bestellen. Lipglossjes. Dus ik ging starten met de bonbon, hè. Lipgloss bonbon is een hele zachte roze. Ik probeer daar nu zo wat veel product uit te halen, want ik vind dat wat moeilijker om dat te swatchen. Ik ga dat op mijn hand proberen zetten. Ik kan daar nog wat bij doen. Zien dat ik. Voilà, ziet je dat? Heel zacht roze. Dan heb ik nog de abricot. Die ligt er allez, close bij, maar is ietske warmer. Zie je dat? Ietske meer peachy. Abricots, ja. Het woord zegt het zelf. Dus ik ga die er proberen naast te zetten. Kijk, op mijn hand zie je dat wel, dat die ietske warmer is. Hè? Die is ook ietske glanzender. Ik ga er nog een klein beetje bij doen, dat jullie het goed kunnen zien. Zien dat ik het bij het juiste zet. Hè? Voilà. Ziet je? Dus hier de bonbon en daar de abricot. En de laatste lipgloss is de Cubardon. Dat is mijn favoriete lipgloss. Keer boven zetten. Voilà. Die is donkerder. Hè? Dat verschil ziet je wel duidelijk. Nu, als je die openwerkt, dan wordt die kleur wel subtieler. Hè? Ziet je? Dus hoe meer dat je openwerkt, hoe zachter dat je die kleur maakt. Gebruik je wat meer product, ga je de kleur wat intenser nemen. Die lipglossjes ook. Ik zie hier staan, oh, de abricot bovenop de merlot. Je kan al die combinaties, al die lippenstiften, lippotloden combineren met die lipglossen. En dan krijg je altijd een ander resultaat, hè.
Dus dat is wel heel tof dat je eigenlijk ook zo'n beetje je custom kleur altijd kunt combineren. Zeker ook naar gelang dat je een keer wilt afwisselen. Als je zegt van, goh, ik heb eigenlijk maar een paar kleuren, maar ik wil toch wat een andere look maken of een beetje een ander effect. Dan kun je daar gerust een combinatie in doen. En dan heb je altijd eigenlijk een beetje een nieuwe tint, hè. De derde lipgloss is de Cubardon. Dus ik ga nog een keer tonen. Dus dit is de Bonbon. Dus die is lichtroze. Iets warmer, iets meer perziktint is de Abricot. En dan hebben we hier bovenaan de Cubardon. Nog een keer de lippenstift. Ik moet opletten dat ik hier niet smos op mijn kleedje. Want ik heb nog een keer een nieuw aan. Ach, het is het moment, hè. Chance dat ik die live video's heb om nog een keer iets nieuws aan te doen. Ik heb er vanmorgen het kaartje uitgeknipt. Goed. Welk penseeltje gebruiken we daarbij? De lipbrush. Dat is eigenlijk ook, ja, naar goesting, hè. Of dat je dit wil gebruiken of niet. Als je bijvoorbeeld zegt van, goh, een felle tint, gelijk de Merlot, ik vind die toch iets hevig. Als je die zo rechtstreeks op de lippen aanbrengt, komt die direct heel zwaar uit. Als je die met het penseeltje aanbrengt, gaat je kleur iets zachter zijn. Ook bijvoorbeeld de lipgloss. Als ik dus eerst lipstick aanbreng en dan lippenstift daarover, doe ik dat dan altijd met dat borsteltje. Dan pak ik zo wat lipgloss van mijn applicatortje. Doe ik eigenlijk zo. En breng ik dat zo aan op de lippen. Waarom? Ik zal het nu een keer doen. Ik heb hier de abricot gepakt. En ik heb dus de La Vie en Rose aan. De bovenkant ook nog een beetje doen. En dat geeft een klein beetje een glansje. Zie je dat nu? Daarnet was dat iets matter van structuur. En nu geeft dat een klein beetje glans. Dus heel subtiel kan je zo voor een andere look gaan. En ik vind het wel tof om dat dan met een penseeltje te doen. Waarom? Als je hier dan over uw donkere lippenstift gaat, met uw applicatorke gaat er lippenstift in blijven hangen. En dat heb ik niet zo graag. Voilà, ik denk dat ik alles getoond heb voor de lippen. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik zou zeggen, als je van lippenstiftkleurtjes houdt en je wilt een verzameling aanleggen, blijf ons volgen, want je weet nooit wat er nog allemaal bij komt, hè? Nog vragen? Ondertussen nog even reclame maken misschien voor onze live tutorial vanavond om 8:30 op ons Facebook-kanaal. En dan is het Loredana van Too Fabiola die een look gaat laten zien. Dus ik zou ook allemaal zeggen, zeker vragen of ze ook iets wil zingen. Hè? Dat is toch altijd tof. De lippenstiften Long Lasting, ik vind dat die heel goed blijven zitten, zeker als je een potloodje eronder gebruikt. De lipprimer kan je ook nog eronder gebruiken, dan blijven ze echt heel extra lang zitten. Sowieso lipstains of matte lippenstiften, die blijven nog langer zitten. Maar ik werk eigenlijk ook zelden mijn lippenstiften bij, want ik heb dikwijls dat ik zeg van, goh, ik maquilleer mij, ik werk mij niet graag bij, ik ben echt een schminkpop. Ik kan daar een uur mee bezig zijn. Ik wil dat alles tiptop in orde is. Maar ik wil niet bijwerken doorheen de dag. Juist misschien met een lippenstift. Dan neem ik een lippenstift mee in mijn chacos. Maar ik haal die er nooit uit, weet je. Als je dat mooi aanbrengt, slijt dat ook eigenlijk redelijk natuurlijk. Dus eigenlijk werk ik dat zelden bij. Dus ik vind eigenlijk wel dat die goed blijven zitten. Ook als je drinkt of eet. Ik zeg nu niet, als je je mond afkuist met een servietje, gaat dat wel uitsmeren, hè? Primer en daarna de gloss gaan natuurlijk ook. Kan allemaal, hè? Ik had hier nog een vraag gemist, dus ik ga een keer even scrollen. De Merlot is niet super mat, maar ook niet super shining. Dus ja, zit er zo wat tussenin. Oei, ik ben hier rare dingen aan het doen. Voilà, ik denk dat we er zijn. Ik kan blijven kijken. Ja, ik kan ook blijven ratelen, hè. Ik kan er nog wat andere producten bij nemen. Goed, dus vanavond op Facebook Loredana, make-up tutorial. Het programma loopt natuurlijk nog verder. Maandag hebben we Ellen, een van onze visagistes, die ook een look gaat laten zien. Ook zeker tof. Het programma van de rest van de dagen ken ik niet meteen van buiten, maar het gaat zeker
elke avond tof worden. En willen jullie nog meer swatches zien van onze producten van dichtbij? Dan kunnen jullie dinsdag opnieuw afstemmen. En dan ga ik jullie nog eens tonen wat de kleurtjes zijn van onze blushes, bronzers en highlighters. Dus daar kijk ik ook al naar uit. Dus ik hoop dat jullie er dan ook bij zijn, hè? Goed? Tot dan, take care. Geniet nog van jullie zondag en tot de volgende. Dag!